De zeehondenpopulatie in onze regio is de laatste jaren flink toegenomen. Zelfs aan het strand in Hoek van Holland zijn de dieren vaak in grote getalen te zien. Ja, als ik het vergelijk met 20 jaar geleden hadden we het over enkele. En we hebben het op dit moment Zeeland, Zuid-Holland, naar schatting zo'n 1.500 zeehonden die hier leven. En dat is een mix van de gewone zeehond en de grijze zeehond die hier voorkomt. De zieke en achtergelaten dieren worden nu nog door vrijwilligers van de Stichting Eerste Hulp bij Zeezoogdieren verzorgd en vervoerd naar Pieter Buren. Maar als er een opvang in de buurt komt, is dat laatste niet meer nodig. Het is minder gezeur met het dier, minder stress voor het dier. Het is natuurlijk niet alleen de opvangen van het dier, van het zieke dier, maar het dier na zijn revalidatieproces wordt hij ook weer teruggezet. Dus hij moet die afstand ook een keertje terug afleggen. Nou, als we dat kunnen bekorten met een fix aantal uren, is het alleen mooi meegenomen. De plannen zijn nog niet heel concreet. Volgens Leni het Hart moet er al binnen 2 maanden een tweede crash kunnen staan. Maar de vrijwilligers denken daar iets anders over. Leni is natuurlijk begonnen met 1 zeehond in de achtertuin in de badkuip. Wij willen ietsjes professioneler misschien beginnen. Maar het is goed om een stip op de horizon te zetten. Dus we streven ernaar. Ik kan niet beloven of deze zomer al is. Maar we zijn blij verrast door de enthousiaste reacties van zowel bedrijfsleven als van bestuurders. Dus iedereen ziet de noodzaken wel van in en is bereid om zijn schouders eronder te zetten. Maar wat is nu de eerstvolgende stap? Samenstellen van een projectteam. Dat wordt vanuit Pieter Buren, vanuit de Zeehondencrash, wordt dat opgepakt. En dan gaan we verder met het maken van de plannen. Wat is er nodig? Welke locaties zijn geschikt? En de financiën natuurlijk belangrijk. Nou, en hoe lang gaat dat duren? Ik hoop dat we binnen enkele maanden met meer nieuws kunnen komen. In ieder geval dat we concreet kunnen zijn in het noemen van een locatie.